Bij de Performance Factory zag minister Schippers hoe mensen van alle leeftijden de kans krijgen om talenten te ontwikkelen. Zo is er veel aandacht voor de ontwikkeling van sporttalent. Mevrouw Schippers, kunt u kort iets vertellen over de aanleiding van uw bezoek? Nou, ik ben minister van Sport en van Volksgezondheid. Dus wat kun je dan beter doen dan dit soort projecten te bezoeken? Om inspiratie op te doen wat je allemaal kan doen om mensen aan het bewegen te krijgen van jong tot oud. Dat scheelt ook ontzettend veel zorgkosten, maar vooral ook geeft enorm veel kwaliteit van leven. Wat vindt u het mooie aan de Performance Factory? Wat ik mooi vind is dat een oud gebouw, wat zijn functie verloren heeft, hier ontzettend stoer wordt ingericht. En als je hier binnenkomt heb je al zin om te gaan bewegen. Ik heb hakken aan, anders zou ik zo aan de klimwand hangen. Dus je hebt zin om hier te bewegen. Er gebeurt weer van alles. Het gebouw heeft een nieuwe functie gekregen. Maar je ziet ook dat juist in een omgeving waar weinig ruimte is voor kinderen en ouderen om te bewegen, dat daar een plek voor gevonden is.